Document, we have some. $2,000. Goedemiddag allemaal en welkom. Mijn naam is Westerling en ik treed vandaag op als prorector. En hierbij open ik deze academische zitting waarin mevrouw Beatrice Maria Emanuel Tullemans zal trachten om haar proefschrift getiteld Tyrosine Kinase Inhibitors for Cancer Treatment, Effects on Platelets in het openbaar te verdedigen. Alvorens wij overgaan tot de oppositie krijgt de kandidaat gedurende 15 minuten de gelegenheid om een samenvatting te geven van haar onderzoek en de belangrijkste bevinding. Het woord is aan u. Dank u. Geachte prorector, geachte leden van de corona, beste collega's, vrienden, familie en iedereen die meekijkt via de livestream. Welkom op deze voor mij bijzondere dag. Mijn promotieonderzoek is afgerond met dit proefschrift als resultaat. In de komende 15 minuten zal ik u een overzicht geven van de resultaten, van de belangrijkste resultaten uit mijn proefschrift getiteld Tyrosine Kinase Inhibitors for Cancer Treatment, Effects on Platelets. In het Nederlands luidt deze titel Tyrosine Kinase Remmers bij kankerbehandeling, effecten op bloedplaatjes. Graag wil ik beginnen met een introductie in de twee belangrijkste onderwerpen van mijn proefschrift. Beginnend met bloedplaatjes. In ons lichaam zitten verschillende soorten cellen, zoals rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Deze bloedplaatjes zijn belangrijk in het stoppen en voorkomen van bloedingen. Wanneer een vaatwand namelijk beschadigd raakt, verlies je bloed. Deze beschadiging zorgt ervoor dat bloedplaatjes kunnen activeren en daardoor kunnen hechten en kunnen aggregeren op de plaats van de beschadiging. Dit zorgt ervoor dat de bloeding stopt. Vervolgens wordt de bloedpop nog verstevigd door fibrinedraden en ontstaat er dus een bloedprop. Deze bloedprop kent iedereen van jullie ook wel als het korstje. Naast bloedplaatjes staan ook tyrosine kinase remmers centraal in mijn proefschrift, ook wel TKI's genoemd. TKI's zijn ontwikkeld om de progressie van tumoren te remmen. En dit kan op twee verschillende manieren. Dit kan door het remmen van de tumorgroei, maar ook door het remmen van de bloedvatvorming. Wat ervoor zorgt dat de tumor minder voeding krijgt en daardoor dus minder groeit. Samen zorgt dit voor een verbeterde progressievrije overleving in kankerpatiënten. Om een beetje een idee te geven hoe dit nu werkt, ziet u hier een tumorcel. Op zo'n tumorcel zitten verschillende soorten receptoren en in dit geval tyrosine kinase receptoren. Deze receptoren zijn nodig om signalen van buiten de cel te herkennen. Wanneer er namelijk zo'n signaaltje aan zo'n receptor bindt, worden de signalen doorgezet in de tumorcel via bijvoorbeeld de tyrosine kinase eiwitten, wat vervolgens kan zorgen tot celdeling, dus het groeien van de tumor. De tyrosine kinase remmers kunnen hier dus op verschillende punten ingrijpen. Ze kunnen ervoor zorgen dat er niks aan de receptoren kan binden, maar ook dat de onderliggende signalen gestopt worden, dus dat het signaal niet doorgezet wordt. In mijn proefschrift heb ik gebruik gemaakt van 11 van deze soort remmers. En in deze presentatie wil ik er graag twee categorieën van uitlichten. Dit zijn de medicaties die gebruikt worden voor de behandeling van niercelkanker. Ook wel pazopanib en sunitinib. Vanaf hier TKI A en B genoemd. En de medicaties die gebruikt worden bij chronische leukemie. Dit zijn ibrutinib, acalabrutinib en MK1026. Vanaf hier TKI C, D en E genoemd. Buiten de remming van tumorgroei kan een TKI ook nadelige effecten hebben door het remmen van tyrosine kinases. Dit is namelijk niet beperkt tot alleen tumorcellen. Ook in ongeveer alle andere cellen in het lichaam komen deze tyrosine kinases voor. Het effect van de remmers is dus mogelijk niet specifiek voor de tumor, wat vervolgens kan leiden tot bijwerkingen. En een van deze bijwerkingen is bijvoorbeeld milde bloedingen. Denk aan een bloedneus. Omdat bloedplaatjes dus belangrijk zijn in het stoppen van bloedingen, maar ook omdat tyrosine kinases dus essentieel zijn voor hun functie, heb ik in mijn proefschrift onderzoek gedaan
naar de effecten van deze remmers op bloedplaatjes. Om u even mee terug te nemen naar het bloedplaatje. Ook deze heeft verschillende soorten receptoren op het oppervlak. Wanneer hier een signaalstofje aan bindt, worden ook hier signalen doorgezet, waarvan een gedeelte dus afhankelijk is van tyrosinekinases, zoals hier te zien in groen. Wanneer zo'n bloedplaatje deze signalen doorgeeft, kunnen er 3 reacties voortkomen. Dit kan zijn de activatie en daardoor aggregatie van bloedplaatjes, het uitscheiden van signaalstofjes om andere bloedplaatjes aan te trekken en het proces te versnellen. Deze uitscheiding heet secretie. En bloedplaatjes kunnen helpen in de bevordering van de bloedstolling. En dit kunnen wij meten aan de hand van PS-expositie. Dus kort samengevat, we weten dat de TKI's normaal gesproken de tumorgroei remmen door het remmen van tyrosinekinases, maar dat deze ook belangrijk zijn in bloedplaatjes. Maar hoe dit nu precies in werking is en wat hier nu precies gebeurt, is nog onbekend. En daardoor heb ik meer inzichten willen krijgen in de onbedoelde effecten van TKI's op bloedplaatjesfunctie. De belangrijkste vragen die ik daarom in mijn proefschrift heb willen beantwoorden zijn: hebben TKI's direct effect op bloedplaatjesfunctie? Heeft dit effect op de bloedstolling? Zijn de effecten van de TKI's op bloedplaatjes gerelateerd aan de concentraties in het bloed? En hebben verschillende TKI's voor hetzelfde eiwit een verschillend effect op bloedplaatjes? Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van verschillende methodes. En hier ben ik kunnen beginnen met het bloed van gezonde donoren, waar ik in het lab een TKI aan toe heb kunnen voegen. Of met het bloed van patiënten voor en na behandeling met een TKI. Hier hebben we vervolgens de bloedwaardes van kunnen bepalen. We hebben kunnen kijken naar de karakteristieken van bloedplaatjes, hoe goed de bloedplaatjes kunnen aggregeren en hoe dat de bloedpropvorming in elkaar zit. Dus de trombusvorming en stromend bloed door het nabootsen van een bloedvat. Dan nu eerst de eerste onderzoeksvraag. Hebben TKI's direct effect op bloedplaatjesfunctie? We zijn hier gestart met het bloed van gezonde donoren en hebben hier TKI A aan toegevoegd. Vervolgens hebben we gekeken naar de karakteristieken van bloedplaatjes, die dat ik zojuist beschreven heb als activatie, secretie en PS-expositie. Daarnaast hebben we dit ook kunnen bepalen voor patiënten voor en na behandeling met TKI-A. Zoals je misschien hier kan zien, ziet u de percentage bloedplaatjes. Dit betekent het percentage bloedplaatjes wat wij in het systeem hebben kunnen meten, En deze activatie laat zien wat wij willen meten. Daarmee kunnen we in het wit laten zien wat de normale conditie is in gezonde personen. En in het groen hoe dat dit nu precies is wanneer we TKI-A eraan toevoegen in het lab. We kunnen hier dus zien dat TKI-A de activatie remt. En dat kunnen we ook zien voor de secretie en voor de PS-expositie. In patiënten daartegenover kunnen we dus meten voor en na behandeling, maar vinden we hier geen verschillen op terug, net als voor de secretie. Er kan alleen een klein verschil worden gezien in de PS-expositie. We kunnen hier dus concluderen dat TKI-A de bloedplaatjesfunctie remt, maar in patiënten gelimiteerd is tot de vermindering van PS-expositie. Een verklaring hiervoor kan zijn, is dat we in het lab de TKI direct aan bloedplaatjes toevoegen, waardoor het in patiënten eerst in het bloed terechtkomt. Er zitten dus componenten in het bloed die kunnen interfereren met TKI-A en de remming op bloedplaatjesfunctie. Omdat we dus net gezien hebben dat de PS-expositie verlaagd is en dit belangrijk is in de stolling, hebben we gekeken in onderzoeksvraag 2 of dat TKI's dus de bloedstolling kunnen beïnvloeden. Hier hebben we weer gebruik gemaakt van het bloed van een gezonde donor en hier TKI-B aan toegevoegd. En vervolgens naar die bloedpropvorming gekeken door het bloed door een soort van bloedvat te laten stromen. Vervolgens hebben we hier foto's van kunnen maken met de microscoop, zoals hier onderin te zien in het beeld in het geel. Dit is een voorbeeld van de PS-expositie. Voor de analyse hiervan hebben we het percentage geel op het oppervlak kunnen bepalen, dus het percentage PS-expositie in zo'n foto. Daar kunnen we mee laten zien dat in een normale conditie dit hoger is dan wanneer we TKI-B toevoegen. Dus de PS-expositie wordt geremd. Daarnaast hebben we ook naar de stollingstijd gekeken. En kunnen we laten zien dat de stollingstijd vertraagd wordt door TKI-B. Normaal gesproken zou dit 7 à 8 minuten duren, maar dat dit met de TKI erbij ongeveer 11 minuten duurt.
TKIB vermindert dus de BS-expositie en vertraagt de stollingstijd in het stromend bloed. Daarnaast weten we dat onbehandelde kanker vaak geassocieerd wordt met trombose en dat deze patiënten vaak een antibloedplaatjesmedicatie voorgeschreven krijgen, zoals bijvoorbeeld aspirine. De naam zegt het al, het is een antibloedplaatjesmedicatie. Daarom dat we dit in combinatie hebben geprobeerd met onze TKI. En dan kunnen we laten zien dat hier in groen alleen de behandeling met aspirine de BS-expositie al enigszins verlaagt, maar de dubbele behandeling van aspirine en TKIB dit nog verder verlaagt. Dit is ook iets wat we vervolgens terug kunnen zien op de stollingstijd. In de normale conditie blijft dit 7 tot 8 minuten, bij aspirine ongeveer 11 minuten en op het moment van aspirine en TKIB 12 à 13 minuten. We kunnen hiermee concluderen dat de combinatie van aspirine en TKIB het remmend effect en het remmend effect op de PS-expositie en de vertraging van de stollingstijd verergeren. Maar hoe dit nu precies zit tussen de bloedplaatjes en de concentratie van TKI in het bloed, is wat we in onderzoeksvraag 3 hebben bekeken. Daar hebben we gebruik gemaakt van patiënten voor en na behandeling met TKIB. We hebben je bloed af kunnen nemen voor behandeling na 2, 4 en 12 weken. In de presentatie focus ik graag op de voor en 2 weken in verband met tijdslimitatie. We hebben hier de bloedwaardes bepaald. We hebben gekeken naar de functie van de bloedplaatjes. En we hebben gekeken naar de concentratie van TKIB in het bloed. Eerst hebben we dus gekeken naar het aantal bloedplaatjes wat we kunnen meten in deze patiënten, waardoor we in het wit de voorbehandeling kunnen zien en in het blauw na 2 weken van behandeling. Wat je hier duidelijk naar voren ziet komen, is dat het aantal bloedplaatjes gedurende die 2 weken verlagen. Ook kunnen we dit terugzien voor de aggregatie, dus de functie van bloedplaatjes, waar dat de voorbehandeling als controle op 100% is gezet en na 2 weken hiermee vergeleken is. We kunnen hier concluderen dat zowel bloedplaatjes aantallen als functie verminderd zijn door TKIB in patiënten. Hoe dit nu precies in relatie staat tussen de concentratie en de aantallen of de functie van bloedplaatjes, hebben we hierna bekeken. En hier wil ik eerst de vergelijking tussen de concentratie in het bloed en het aantal bloedplaatjes naar voren halen. We konden hier zien dat des te hoger de concentratie van TKI in het bloed was, des te hoger de daling was tussen 0 en 2 weken. Ook konden we dit terugzien tussen de bloedplaatjes aantallen en de functie. Dus des te groter die daling was tussen 0 en 2 weken, des te slechter de bloedplaatjes ook hun functie gingen uitoefenen. Deze daling in het aantal bloedplaatjes en de functie is mogelijk een weerspiegeling van de concentratie van TKIB in het bloed van patiënten. En tot slot hebben we onderzoeksvraag 4. We hebben verschillende TKI's voor hetzelfde eiwit, dus gebruikt in dezelfde type kanker, in dit geval chronische leukemie, een verschillend effect op de bloedplaatjesfunctie. Hier hebben we weer gebruik gemaakt van het bloed van gezonde donoren, doordat we TKI C, D of E aan toe hebben gevoegd. Hier hebben we vervolgens gekeken naar hoe goed deze remmers de eiwitten in bloedplaatjes remmen, en daarnaast ook hoe dat dit dus weer relateert aan de bloedpropvorming en in dit geval weer de PS-expositie. Wat je hier kan zien is de remmingsterkte van de remmers van de TKIC, D en E op de eiwitten die in bloedplaatjes tot expressie komen. Dus je kan hier zien dat in het des te blauwer de kleur is, des te groter de mate van remming is op dat moment. En des te lichter de kleur, des te zwakker deze remming is. In verhouding tot de normale conditie. Hier kan je dus zien dat TKIC de sterkste remming geeft en TKIE bijna niets doet. Hoe dit nu precies in vergelijking is met de normale situatie, dus het geval waar dat wij het bloedvat gaan nabootsen, kunnen wij terugzien dat de BS-expositie door TKIC weer geremd is, maar dat er bijna geen verschillen terug te vinden zijn op TKI, met TKID en E. Daarmee kunnen we laten zien dat TKIC de meeste en de sterkste remming laat zien, terwijl TKID en E beperkt blijven in hun effecten op bloedplaatjes. Maar omdat dit onbedoelde effecten zijn, zouden we het liefst het minste terugzien. Daarom dat TKIE mogelijk een veelbelovend kankermedicijn kan zijn, met weinig bijwerkingen op bloedplaatjes. Alles samenvattend biedt mijn proefschrift nieuwe inzichten in de onbedoelde effecten
van TKI's op bloedplaatjes en heeft mijn onderzoek aangetoond dat TKI A een direct effect heeft op de bloedplaatjesfunctie, dat TKI B de bloedstolling beïnvloedt en dat dit verergerd wordt in aanwezigheid met aspirine, dat de afname in bloedplaatjes aantallen en functie gerelateerd is aan de concentratie in het bloed en dat verschillende TKI's voor hetzelfde eiwit andere onbedoelde effecten kunnen hebben op bloedplaatjes. En hierdoor sommige medicaties beter, of misschien veelbelovend zijn, voor de behandeling van kanker met minder bijwerking, zoals bijvoorbeeld bloedingen. En graag dank ik u voor uw aandacht en dan geef ik het woord nu terug aan de prorector. Dank u wel en hartelijk dank voor een heldere en vrij geïllustreerde samenvatting van uw werk. De oppositie zal nu worden geopend door professor Ten Kate. Professor Ten Kate is hoogleraar hemostase en trombose aan deze universiteit en hij was voorzitter van de manuscriptbeoordelingscommissie. Dank u wel, mevrouw de kandidaat. Het doet me genoegen hier tegenover u te mogen zitten. Ik wil u graag eerst complimenteren met dit hele mooie proefschrift. Het is heel mooi uitgegeven ook en het voordeel is als je het open doet dan kan je ook alles lezen. Het zit niet verstopt in die vouw, dus dat hebt u heel mooi gemaakt. En dankzij alle heatmaps is het ook heel kleurig. Dus dat is een prima begin denk ik en ik wil graag complimenten delen met uw supervisoren aan de overkant. Ik heb een paar vragen als we er allemaal aan toekomen. De eerste vraag is, dan wou ik maar beginnen met uw laboratoriumproeven die u ook zo mooi hebt laten zien in die die presentatie voor ons allemaal op pagina 71. Dat is hoofdstuk 4. En in figuur 4.3, daar kijkt u naar die effecten op die trombusvorming in het bovenste panel. Heeft u daar met die balkjes laat u zien dat de effecten zijn, versterkende effecten van sunitinib, de TKI en aspirine. Op collageen en ADP geïnduceerde effecten en je ziet dan geen effect in de trombine, opgewekte trombusvorming. En ik denk dat u dat ziet als een soort controle dan misschien, die trombine, omdat daar niks gebeurt. Mijn eerste vraag is misschien, had u dat verwacht dat er totaal geen effect zou zijn op die trombine geïnduceerde stollingsactivatie of is dat, was dat voor u verwacht? Hoogleraar opponent, dank u voor de complimenten aan deze vraag. Ik denk dat we in dit geval niet per se effecten zouden hebben verwacht met trombine. Het is in de stolling, ja, dan zou ik hier ook effect op terug zouden verwachten. Omdat er dan verschillende processen in gebruik worden genomen. Voor dit denk ik dat het meer inderdaad afhangt van de iets minder sterke remmers vaak. Trombine is vaak wel iets wat heel sterk activeert en mogelijk ook de effecten kan overkomen. Dus in dit geval denk ik dat we hier niet helemaal verschillen hadden terugverwacht. Maar ja, het zou inderdaad wel kunnen, maar in dit geval denk ik dat dit voor ons wel de juiste controle was en ook iets wat wij zo zouden verwachten. Ja, dus u zegt eigenlijk spelen daar twee zaken in mee. Misschien wat de robuuste stimulatie van bloedplaatjes door de trombine concentratie, maar misschien zijn het ook andere signaleringswegen die een rol spelen. En dat, ja, dat had u misschien ook gehoopt, hè? Dat niet alles wordt platgelegd. Zou je dit dan ook mogen interpreteren misschien naar de patiënt toe als een soort beschermend effect, dat die bloedplaatjes niet totaal uitgeschakeld worden door dit soort medicatie en dat de hemostase nog een beetje intact is? In principe zou dat wel iets kunnen zijn, maar het is wel dat we hier dus puur naar bloedplaatjes hebben gekeken als dat we naar panel ABC kijken. Dus er is hier op dit moment, ja, PRP meen ik zelfs. En het is niet de normale situatie als dat je het ook in de persoon zou vinden. Dus één op één terugrelateren is misschien nog wat moeilijk. Maar inderdaad zou het wel betekenen dat patiënten in ieder geval de bloedplaatjes van de patiënten niet complete functie kwijt zijn, maar in dit geval dus maar gedeeltelijk. Ja, duidelijk. Even naar die patiënt doorredeneren, want ik zie nogal wat mensen die aspirine gebruiken voor arterieel vaatlijden, maar ze gebruiken ook wel eens clopidogrel. Hè. Dat is zeker in de stabiele situatie ter preventie van beroerte bijvoorbeeld.
Nou heeft u hier vooral naar aspirine gekeken. En dat kan ik me voorstellen. Als u nou diezelfde proef had gedaan met clopidogrel bijvoorbeeld, wat had u dan voor effecten verwacht? Ja, ik denk dat we ook wel enigszins een beetje in dezelfde richting zouden zitten met deze effecten. Ik meen ook dat er al een studie ooit gedaan is met de combinatie met clopidogrel en een andere TKI. Ik durf zo even niet zeker te zeggen welke. Maar ook daar werden bepaalde effecten teruggezien. Ik zou in dit geval verwachten dat clopidogrel, als ik het goed heb, was een P2 uit 12 grammer. Dat het met name wat met de ADP-responsen zou doen. En dat daar de collageen dus ook iets meer in functie nog zou blijven. Oké. Ja, want ik wil tenslotte toch nog even naar die patiënten doorgaan. En misschien meenemen naar pagina 187. Dus helemaal aan het eind van het proefschrift. Waar u het hebt over plaatjesfunctietests. Want als een patiënt die aspirine gebruikt en dan ook een TKI moet gebruiken voor een niercel-tumor bijvoorbeeld. Dan kan ik me voorstellen dat als die patiënt blauwe plekken krijgt of zo, dat u het toch denkt, hè, als, stel dat u de dokter was, van nou, misschien werkt het wel een beetje te sterk allemaal. Misschien moet ik een plaatjesfunctietest doen. En twee vragen eigenlijk. Als u die test dan doet, of welke test, u mag er één kiezen. Afhankelijk van welke uitslag zou u dan wat doen, als u me kunt volgen. Ja, ik denk dat ik kan volgen. Dus je vraagt eigenlijk wat voor test ik daarvoor zou inzetten. En waar dat we dan eigenlijk de conclusies aan trekken. Aan wat voor oppervlak bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat dat inderdaad ook enigszins een lastige vraag is om zo te beantwoorden. Want vaak hangt het gewoon van meerdere factoren af. Zoals dat we nu ook zien dat bijvoorbeeld de GP6 en de ADP-receptor dus aangedaan zijn. Dus voor mijn gevoel zou dit nog steeds betekenen dat er een breder scala aan testen nodig is. Het zou in principe wel met één test kunnen. Dus dat je of inderdaad zo'n trombusvorming gaat kijken, of toch de standaard, de aggregatie nog. En daarmee toch probeert via verschillende receptoren dit nog te testen. Want het kan dus wel afhangen van hoe sterk iets geremd wordt, of dat het inderdaad op verschillende signalen, of in ieder geval pathways terechtkomt, dat het toch meer effect heeft dan dat wij denken. Dus ik denk niet dat het puur één soort agonist is wat we daarvoor kunnen gebruiken, ja. of een oppervlak. Ik denk dat dat wel echt een combinatie zou moeten blijven. Ja, die trombusvorming zou misschien wel een mooie netto-test zijn om naar die effecten te kijken dan bij patiënten. Ja, vooral omdat dit ook het meeste nog terugslaat naar de patiënt, omdat we hier gewoon nog steeds voor moeten gebruiken. Ja. Dus daar zou u naartoe willen gaan. Uitstekend, ik ben heel tevreden met uw antwoorden. Ik geef graag het woord terug. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Bos. Professor Bos is immunotherapie van kanker aan deze universiteit en hij was lid van de manuscriptbeoordelingscommissie. Dank u wel, meneer de prorector. Ik wil mij graag aansluiten bij de complimenten voor dit boekje, ook voor uw commissie. Het is alleen al leuk voor mij omdat ik 40 jaar geleden precies mijn laboratoriumactiviteiten ben begonnen in hetzelfde laboratorium waar u nu gepromoveerd bent. En ik zie mij nu nog hengelen om te kijken hoe die stolseltjes ontstaan in zo'n glazen buisje. Maar ik heb ook geleerd van u dat er diverse nieuwe technieken zijn. En dank dat ik mij heb kunnen bijscholen dankzij uw introductie. Over die introductie wil ik het ook hebben, want u liet net zien welke middelen al voorgeschreven worden. Ik weet niet waarom u de hematologische middelen daaruit weggelaten in die presentatie, maar wij gebruiken dit al meer dan 10 jaar. Ik heb nog nooit gedacht aan bloedplaatjes en bloeden, dus daar komen we zo meteen graag op terug, wat ik dan gemist heb. Maar wat mij opvalt in die lange lijst is dat het middel wat wij gebruiken, nilotinib, het enige middel is wat niet tot bloedingen leidt, maar tot trombose. Zie ik op pagina 25. Maar op pagina 27 heeft u een tabel. En daar staat dat hetzelfde middel geassocieerd is met bloeden. Dan zal dat wel een kleurfoutje zijn. Maar mijn vraag is, het zal waarschijnlijk trombose zijn voor nilotinib. Klopt dat? Want dat herhaalt u in de algemene discussie ook nog eens. En als het trombose is, hoe werkt dat dan? Want het interacteert met dezelfde receptoren van de bloedplaatjes die u beschrijft. En hoe kan nou het ene middel wat op dezelfde receptoren aangrijpt in sommige middelen dan leiden tot bloedingen en in andere middelen tot trombose? Ik raak er gewoon de weg kwijt. Hooggeleerd opponent, dank u voor de complimenten en voor deze vraag. Dus als dat ik het goed begrijp, bedoelt u hier dat we in tabel 2.1 eigenlijk zeggen dat dat nilotinib trombose opwekt en inderdaad in figuur 2.1 zeggen dat dit bloeding is. Ja, dit is inderdaad
dit zou in de tabel of in het figuur zelf ook een trombose moeten zijn. We hebben hier met name gekeken naar de affiniteiten voor de eiwitten in de bloedplaatjes. Dus daar kunnen we niet helemaal mee zeggen dat het ook echt bloedingen resulteert. Maar hoe dit nu precies tot trombose kan leiden. Dit kan afhankelijk zijn van, moet ik zo zeggen. Als dat de eiwit in bloedplaatjes geremd wordt, betekent het niet per se dat de functie uitgeschakeld wordt. Het ligt eraan of dat ook overgenomen kan worden door bijvoorbeeld andere eiwitten. Wat we bij bijvoorbeeld BTK en TEC weten. En het betekent ook niet dat daardoor de bloedplaatjes ook minder actief worden op dat moment. Dus het kan nog steeds zijn dat door de kanker ze nog steeds hyperreactief zijn, zoals het vaak ook wordt gezien. Dus dat dit mogelijk ook nog steeds een oorzaak kan zijn voor de trombose. Omdat dit gewoon verder niet wordt aangedaan. Hoe dat dit verder nog zou kunnen, zou ik zo 1, 2, 3 even niet durven te beredeneren. Maar als u wist dat u deze vraag zou krijgen, had u het dan meegetest in hoofdstuk 7? Want daar test u een aantal van de TKI's, maar nou net niet de enige die tot trombose leidt. En ik zou als wetenschapper denken, ik ga die uitzondering onderzoeken, want dan ga ik het echt snappen. Ja, een collegaatje van mij is toevallig bezig geweest met deze nilotinib, als dat ik het goed heb, samen met bosutinib en ponatinib, om eigenlijk dezelfde soort testen uit te voeren, om te zien wat het in ieder geval op bloedplaatjes doet, en of dat we hier bijvoorbeeld bepaalde effecten kunnen vinden die richting de trombose wijzen. Ik moet alleen zeggen dat ik daar niet precies op de hoogte ben van wat er exact uitkomt, maar daar zijn we wel mee bezig geweest. U heeft mijn mailnummer, dus ik hoor dat graag een keertje. Ja. Dan een beetje in de lijn van een eerdere vraag. U laat zien dat er risico op bloedingen misschien geassocieerd is met aggregatie. Met name in hoofdstuk 5 bij patiënten met niercelkanker. Doet daar ook wat statistiek op, overtuigend. En dan kijk ik naar figuur, moet ik even kijken welk nummer het is. Figuur 5-3 denk ik, linksbovenaan op pagina 100. En daar zie ik dat er eigenlijk 3 mensen zijn die heel laag zitten qua aggregatie. Op 4 weken. En dan ligt het voor mij voor de hand om te vragen, zijn dat dan de bloeders? Want ik denk dat het bij testen die je wil gebruiken in de kliniek niet gaat om een significant verschil in groepen, maar of je een voorspellende waarde kunt vinden. Dat is inderdaad een goede. Ik durf dat hier niet per se direct aan te zeggen. Dat is me niet 100% bijgebleven. Een van die op de 4 weken die dat het sterretje vormt, is wel met aspirine, als dat ik het goed heb. Ja. Of in ieder geval met een antiplaatjesmedicatie. Waardoor we daar in ieder geval wel kunnen verwachten dat dat misschien nog extra invloed heeft gehad. Ook al hebben we het in vergelijking gezet tot voorbehandeling. Maar ja, aangezien ik daar wel van heb laten zien dat die duale behandeling extra effecten kan opwekken, dat dat misschien nog een verklaring kan zijn. Het zou kunnen zijn dat deze de patiënten zijn met bloedingen, maar ik durf het gewoon niet met zekerheid te zeggen op dit moment. Eigenlijk is mijn vraag, bent u het met mij eens dat als je testen wil doen en u wil ze gebruiken, pagina 187 is net al genoemd, dat je niet geïnteresseerd bent in gemiddelde van groepen, maar in de outliers van die observaties? En dat de p-waarde een gegeven is, ja. Ja, dus staat leuk als je wil publiceren, maar is niet bruikbaar, toch? Nee, het is inderdaad, je wil duidelijk voor een patiënt kunnen zeggen of kunnen voorspellen van het is wel of het is niet. Dus inderdaad, het zou iets specifieker nog wel mogen. Ja. Oké, dan omdat onderzoekers, en ik heb echt complimenten voor het feit dat u uw nek uitsteekt naar dokters. Maar dat triggert natuurlijk ook, hè, want u zegt ergens monitoring should be done. Ik heb dat 15 jaar niet gedaan. En ik denk, weet zeker dat onze groep die deze middelen voorschrijft dat nog steeds niet doet. Ik weet ook niet of ik het met u eens ben. Het gaat over milde bloedingen. In series van 20.000 patiënten gaat het over minder dan 10%. Dus ik weet niet of ik het epidemiologisch met u eens ben. Maar gezien de maatschappelijke functie van onderzoekers, als u zegt monitoring should be done, wat is de juridische impact van uw uitspraak? Stel, ik doe dat niet als dokter en morgen krijgt iemand een hersenbloeding. En die leest uw manuscript. Strijkt dan kansloos voor de tuchtrechter? Ik denk niet dat inderdaad dat het geval zal zijn. U schrijft dat wel op, toch? Het is meer voor ons vanuit patiëntopzicht dat je het liefst het minste bijwerkingen zou hebben. En op het moment dat we dus deze soort dingen kunnen aantonen. En dat je dus bepaalde metingen kan doen in het bloed. En daar een soort van voorspelling over kan doen. Dat er misschien al meer uitzicht is voor een patiënt dat ze die bijwerkingen bijvoorbeeld niet krijgen. Dus het is inderdaad niet dat het
ja, het zou fijn zijn van de ene kant als dat er verplicht zou worden, maar het bewijst nog niet genoeg met wat wel of niet exact gebeurt. Het is alleen maar een indicatie in dit geval. Maar moet de wetenschapper die uitgenodigd wordt om vanavond de proefschrift uit te leggen of morgen bij zo'n bekend praatprogramma het proefschrift uit mag leggen, niet wat terughoudender zijn met dit soort hele degelijke uitspraken? Waarschijnlijk wel. Want wij krijgen daar last van, toch, als we bij de terugkijken Waarschijnlijk zijn. Wel. Ja, oké. Gelukkig, dan is dat duidelijk voor mij. Mag ik er nog eentje in het maatschappelijke domein, voorzitter? Als het kort is, mag dat. Het is heel kort, want ik was gefascineerd dat u deze TKI's ook als antistolling wil gaan gebruiken. En ook daarvoor heb ik een maatschappelijke vraag. Aspirine kost 3 euro per maand. De goedkoopste TKI, die als generiek medicijn inmiddels beschikbaar is, kost 300 euro per maand. En de middelen die uw favoriet zijn, al of niet door uw sponsor, Sunitinib, kost 3000 euro per maand. Is dit echt een reële gedachte? Een reële gedachte weet ik op dit moment niet zeker. En vooral omdat er ook nog meer onderzoek voor nodig is om überhaupt aan te tonen dat dit gaat werken. We kunnen wel laten zien dat de GP6-receptor bijvoorbeeld remt. Maar hoe dit nu precies op het moment van trombose is, durf ik ook niet te zeggen. Dat is eigenlijk iets wat nog meer onderzocht moet worden. Maar inderdaad, qua kostenplaatje is dit wel meer. Maar aspirine is ook niet altijd de beste oplossing voor mijn gevoel. Het is niet voor niets dat er ook andere remmers nog ontwikkeld blijven worden. Oké. Dank u wel. Ik ben blij met uw antwoord. Ik zal de formateur vragen om rekening te houden met de budgetuitbreiding op basis van dit proefschrift. Dank u wel. The opposition will now be continued by Dr. Severin. She's a researcher in platelet signaling and she's with us today online from Inserm in Toulouse, France. Dr. Severin. Yeah, thank you. So Beatrice, nice to meet you face to face or kind of. So first, I would like to thank you and your supervisor for being me part of this committee. And this is a real pleasure to be with you today. And secondly, I would like to strongly congratulate you for this high quality thesis with a high impact in a clinical angle. So I have plenty of questions, but I need to focus on some. So my first question will be on the chapter 3, on the figure 3.2. You show a striking inhibition of the phosphorylation of SYK in presence of pazopanib, in response to CRP. And you see not a really big effect on thrombosis formation under flow condition on collagen. And you know, SYK knockout platelets are not able to form a thrombi at all. So how you can explain your inhibition of SYK phosphorylation in presence of the inhibitor, but a kind of a normal thrombus formation on collagen underflow? For your compliments and this question. So you ask why we see the differences in the SYK, the phosphorylation of SYK in figure 3.2, but don't see any changes in the thrombus formation. The explanation that we give already partially in this chapter is that the inhibition, what we measure of the phosphorylation of SYK, is done in isolated platelets, whereas the thrombus formation is already in whole blood. And there are components in the blood that can interfere with this reaction. And in this case, most likely it will be albumin because pazopanib is highly plasma bound. And that would also kind of explain why we don't see that many changes in the thrombus formation as compared to the tyrosine phosphorylation. Have you checked SYK phosphorylation under flow condition on collagen or never? Did this with CRP because the collagen fiber doesn't trigger all the platelets properly to aggregate in these conditions. So we used the collagen-related peptides to be sure that all the platelets got activated. It should be the GPO part of the collagen, and therefore we would expect that collagen would do the same. So yeah, even then, I still think we would have seen the same. Okay, thank you. I have another question on chapter 4, figure 4.3, I think. There is no additional effect of aspirin and sunitinib on blood from LC patient, but you see an additional effect of sunitinib where the blood is from aspirin-treated patient.
Do you have an idea of why? I think this is partially dependent on the fact that once the patient or the healthy donor takes the aspirin, it's converted in the system, whereas in our lab setup, this is not maybe the same way, and therefore it might be more difficult to get these results as well. We have some colleagues that tried the same, also from different labs, which did not see any effects of aspirin addition in the lab instead of in the healthy donor. So I think it's partially dependent on the fact that in patients, the system can do something with it, whereas in our lab tube, it cannot. So you think it will be okay to give sunitinib of aspirin-treated patients then? In terms of bleeding or side effect on platelets? Yeah, it can be given together because sometimes even for aspirin, it's described that there are some preferable things happening according to tumor or at least for treatment of it. So it can still be done, but it should be taken into account what the bleeding effect will be, if it will get worse, yes or no. So yeah, bit of a debate in my head at least. Yeah, sure, for sure. Can I ask another question? Yeah. So I have another. On sunitinib, you show difference between collagen 1 and collagen 3 thrombosis. You have the explanation because there is a difference between these two types of collagen. One is dependent on the GP6 receptor as well as the alpha 2 beta 1, whereas collagen type 3 is really dependent on the GP6, if I'm correct. So there is an additional effect of the alpha 2 beta 1 for the collagen. And also their tyrosine kinases are important. So we, I think we speculated as well that once we inhibit both of them, that the thrombus formation on collagen type 1 is more pronouncedly inhibited as compared to the collagen type 3. Okay, so I think I am done. Thank you very much, and congratulations for your thesis. Thank you, Dr. Serra. De oppositie zal nu worden voortgezet door Dr. van der Veld. Dr. van der Veld is internist-oncoloog aan de Erasmus MC van Rotterdam en zij was lid van de beoordelingscommissie van het manuscript. Dank u wel, meneer de prorector. Allereerst wil ik u feliciteren met dit mooie proefschrift en ik wil ook uw team feliciteren met deze resultaten. Ik heb met een genoegen dit proefschrift gelezen en ik zou graag met u van gedachten willen wisselen over hoofdstuk 5. In hoofdstuk 5 zou ik eerst graag meer willen weten over figuur 5.2, pagina 97. En met name A. En daarin laat u zien dat bij 3 maanden de trombocytenaantal weer wat toeneemt tijdens de behandeling met sunitinib. En zoals u schrijft eerder in dit hoofdstuk, wordt de behandeling met sunitinib gegeven in een on-off schema. Patiënten worden gedurende 4 weken behandeld met 50 milligram. Daarna volgt een periode van 2 weken een drug holiday, zoals we dat noemen in de kliniek. En als we dan kijken naar het tijdspunt op 3 maanden, als ik goed gerekend heb, dan zouden we dan precies in de drug holiday zitten. Of heb ik dat verkeerd gezien? Zeer geleerd opponent, dank u voor uw complimenten en voor deze vraag. Het klopt inderdaad wat u daar bedacht heeft. Inderdaad, die 3 maanden valt vaak in de stopweek en af en toe zelfs een dag verder of een dag eerder. Het ligt net aan het moment wanneer dat de patiënt langskomt, bloed laat prikken en wanneer dat de laatste medicatie is geweest. Maar inderdaad, tijdens de 3 maanden is in principe tijdens de stopweek, ja. En als we daarvan uitgaan, hè, dat het 3 maanden tijdstip gedurende de drug holiday is geweest, dat is dus eigenlijk een heel ander moment in de behandeling dan de 2 weken en de 4 weken. Wat voor invloed heeft het op de andere resultaten van dit hoofdstuk? Dat is inderdaad een goede vraag. Ik
denk wat dat betreft, het ligt ook aan de medicaties. Want niet alles wordt in een on-off schema gegeven. Maar wanneer dit gebeurt, kan het dus inderdaad wel betekenen dat er bepaalde effecten terug te vinden zijn op andere tijdspunten dan wat we nu bijvoorbeeld op de 2 weken aantonen. Dit kan ook zijn omdat inderdaad bloedplaatjes in 2 weken ongeveer vernieuwen. Dus tijdens die 2 weken ook weer compleet opnieuw aangevuld zijn, waardoor deze remmende effecten niet meer terug te vinden zijn. Dus ik verwacht ergens ook dat tijdens zo'n stopweek ook weer alles enigszins terug naar normaal zal gaan. Maar ja, op het moment van behandeling dan weer ook weer zal zakken. Ja, dat ben ik met u eens. Wat ik me ook afvroeg over hoofdstuk 5, u schrijft dat sunitinib en dan vooral de metaboliet opgenomen wordt in bloedplaatjes. En u weet dat veel patiënten met niercelcarcinoom worden behandeld met sunitinib. Wat ook bekend is van patiënten met niercelcarcinoom, dat deze ziekte vaak geassocieerd is met trombocytose, een hoog trombocytengetal. En dan denken we niet aan iets van 400, maar soms wel 800 of nog hoger. En dat in gedachten hebbende bij patiënten met een niercelcarcinoom, en wetende wat u schrijft, dat als sunitinib of de actieve metaboliet in de bloedplaatjes accumuleert, maar niet vrijgegeven wordt uit de bloedplaatjes, hoe zouden we deze patiënten dan moeten doseren als ze een hoog trombocytengetal hebben? Dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat dit een beetje afhankelijk is van hoe hoog dit is. En dat er ook weer de metingen van de sunitinib in de plasma of in de serumlevels van belang zou kunnen zijn. Maar aan de andere kant ook wat ik in mijn discussie, als het goed is, beschrijf, dat de aantallen van de bloedplaatjes misschien eerst omlaag gebracht kunnen worden voor de behandeling gestart wordt, om te zorgen dat dus niet alles wordt opgenomen door de bloedplaatjes, waardoor er dus mogelijk ook nog qua dosering de normale dosering aangehouden kan worden, in plaats van dat het een hoge dosering moet worden met mogelijk ook weer meer bijwerkingen. Ja, het lastige bij niercelcarcinoom is dat zorgen dat de trombocyten omhoog gaan. Het mooie van sunitinib is dat het de trombocyten ook omlaag kan brengen. Dus zou het dan zijn dat je bij een behandeling, ik bedenk maar wat hoor op dit moment, dat je juist bij mensen met een hoger trombocytengetal met hoge dosering moet beginnen en dan naarmate de behandeling vordert dat je de dosering kan verlagen, omdat dan minder dosis nodig is, omdat er minder accumuleert in de bloedplaatjes? Inderdaad ook nog een optie kunnen zijn. Inderdaad hoog beginnen en dan vrij snel afbouwen als dat we ook zien dat de bloedplaatjes aantallen omlaag gaan. Alleen is er wel veel verschil tussen patiënten hoeveel dit nu precies omlaag gaat. Dus ik denk dat dat wel lastig is om dat dan een beetje uit te levelen. Maar inderdaad zou dat wel een optie kunnen zijn. En in het kader van de trombocytose bij het niercelcarcinoom heb ik nog een laatste vraag. Op pagina 187, dat is in de discussie. Schrijft u dat ook de criteria voor het niercelcarcinoom, hoe de prognose bepaald wordt? Nou, in de klinische praktijk is het op dit moment zo dat we patiënten indelen in een goede prognose, een intermediate of een slechte prognose. En trombocytengetal, als dat verhoogd is, is een punt wat gelijk leidt tot een intermediate risk of hoger. En in de klinische praktijk behandelen we patiënten met een 1 punt of meer, vaak met de combinatie ipilimumab-nivolumab. Dus dat is immuuntherapie en die krijgen juist geen TKI. Vindt u dat een logische keus dat we dat doen in de klinische praktijk wat betreft de trombocyten? Want juist die patiënten met een hoog trombocytengetal hebben vaak veel ziekte. Of zouden we toch ook aan die patiënten een TKI moeten geven? Want u schrijft ook in uw stellingen dat tyrosine kinase remmers ook geschikt zijn als antiplaatjesbehandeling. En juist die patiënten hebben ook kans op DVT's. Wat zijn uw gedachten daarover? Mijn gedachten over het geven van sunitinib aan de intermediate risks. Ik denk dat dat weer een beetje terugkomen is op de vorige vraag, dat de metaboliet gewoon dusdanig veel wordt opgenomen dat er weinig is wat uiteindelijk nog op de tumor zou werken, of er dusdanig hoge dosissen nodig zijn om dit een beetje op level te krijgen. Van de ene kant denk ik dat er dus ook een bewuste keuze toen is gemaakt voor de behandeling van nivolumab met ipilimumab. Ik denk dat dat voor dat moment een goede beslissing is geweest. Maar nu we meer weten, zou het dus inderdaad een optie kunnen zijn om toch met die sunitinib of iets van een TKI daar verder in te gaan. En dan eerst proberen om die count omlaag te krijgen voordat er verder gekeken wordt naar de progressie in dat opzicht.
Ja, dat ben ik met u eens, dat het interessant is ook om in deze groep een TKI te geven. Op dit moment worden er ook studies gedaan waarbij de combinatie immuuntherapie, dus ipilimumab, nivolumab ook gecombineerd wordt met een TKI. En we zullen moeten afwachten of dat inderdaad een strategie voor de toekomst is. Ik ben tevreden met dit antwoord en ik geef het woord terug aan de prorector. Hartelijk dank. Dank u wel, dokter Van der Veld. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Henskens. Zij is hoogleraar klinische chemie, in het bijzonder de hemostase, aan deze universiteit. En zij is vandaag de secretaris van deze commissie. Ja, dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovenda, ik moet echt zeggen dat ik echt onder de indruk ben van de vele experimenten die u gedaan heeft. Ik heb er echt doorheen geworsteld. Het is echt een mooie studie en ik vind ook, u heeft de patiënten vervolgd in de tijd en dat is altijd een stressvolle gebeurtenis, want doen ze allemaal nog steeds mee, blijven ze in de studie. En ik vond dat ook echt heel mooi om te zien. U onderzoekt bijwerkingen van TKI's, u gebruikt bloedplaatjes functietesten, dus het gaat u niet verbazen dat ik u daar vragen over ga stellen als klinisch chemicus. En het zal ook geen toeval zijn dat we elkaar in de toekomst misschien daar op dat gebied weer tegen gaan komen. Mijn vragen gaan toch, ik ben ook toch getriggerd door de conclusies die u trekt in hoofdstuk 8. Pagina 187 is al meerdere keren genoemd. En wat ik eigenlijk als eerste van u wil weten is, op een gegeven moment zegt u, daar is ook trombopenie bij deze patiënten. En dan gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen, want ik weet gewoon dat bloedplaatjes functietesten beïnvloed worden door te weinig plaatjes. Dan zeg ik altijd, je kunt die test wel doen, maar dan kun je net zo goed trombocyten tellen, want dat kost ook maar €3. En die andere test kost honderden euro's. Welk experiment uit uw boekje is nou het meest bewijzend dat er sprake is van trombopathie en niet dat die trombopenie er doorheen speelt? Als u mag kiezen, waarmee kunt u me dan het beste overtuigen? Hooggeleerde opponent, dank u voor de complimenten en voor deze vraag. De methode of de techniek wat misschien het meeste zou vertellen over trombopathie in plaats van trombopenie, blijkt een beetje een lastige. als dat ik zo begin te denken, bijna al onze testen inderdaad, zodra dat er een lage bloedplaatjes count is, worden de testen enigszins aangedaan. Het enige wat we dan echt specifiek kunnen doen is richting de karakteristieken van de bloedplaatjes, dat je echt op bloedplaatjes level gaat kijken wat het gaat doen. Dus dan zou ik eigenlijk bijna zeggen voor flowcytometrie of iets van een ATP-FC om daar meer duidelijkheid in te geven. Dat we in ieder geval weten of dat ze wel of niet nog functioneren. Omdat dit toch ook, als dat je specifiek om een bloedplaatje gaat kijken, niet zo afhankelijk is van aantallen. Dat begrijp ik, hè. U zegt van nou, dan gaan we dan toch terug naar het bloedplaatje. Aan de andere kant is die voorbloedtest nou juist ook zo interessant, want dat is wat er in de patiënt gebeurt. Die patiënt heeft minder bloedplaatjes. Ik zat toch te denken, had hij niet misschien iets kunnen doen, want die heeft die patiënten zo mooi vervolgd in de tijd. Dus je hebt een uitgangswaarde en je kijkt wat er gebeurt. Had je misschien met dat eerste bloedmonster nog iets kunnen doen om dit te voorkomen? Want je wist al uit het eerdere hoofdstuk dat die trombopenie er is. Had je de bloedplaatjes eruit kunnen halen? Had je ook een experiment kunnen doen om ze te depleteren? Want dan had je ze misschien kunnen vergelijken. Ja, want ze gaan toch soms naar 100 bloedplaatjes. Ja, klopt. Is dat een optie? Ik denk inderdaad, als dat we de mogelijkheid hadden gehad tot iets meer sample dan wat we nu hebben gehad. Mm-hmm. En aangezien dat we er toch vaak al aardig wat mee wilden doen. Maar dat dit inderdaad zeker een optie zou zijn geweest om daar verder in te duiken. En ook iets wat nog heel leuk kan zijn om uit te proberen. Ja. Dan nog een ander ding wat me ook toch wel puzzelde was, dat u zegt, u heeft ook die experimenten gedaan met gezonde vrijwilligers, u voegt die TKI toe, en dan zegt u op pagina 178, ik zie dat effect more pronounced in isolated platelets compared to the whole blood assay. Kun je dat verklaren? Heb je daar een verklaring voor? Ik denk nog steeds dat de verklaring daarvoor is dat de meeste van de TKI's gewoon een hoge plasmabinding hebben. En aangezien er toch 45-45% in het bloed albumine is. En dit iets is waar dat TKI's vaak makkelijk aan kunnen binden. En daardoor niet meer beschikbaar is om bijvoorbeeld opgenomen te worden door bloedplaatjes. Dat we daardoor nog steeds minder effecten terugvinden in het volbloed tegenover de geïsoleerde bloedplaatjes. En vooral als we het daar direct aan toevoegen, geen hoge concentraties van albumine aanwezig zijn. Dus eigenlijk alles gewoon beschikbaar blijft.
En heeft u ook over nagedacht om de test te gebruiken die wij gebruiken nu op dit moment? Is dat al een keer gebeurd? Zijn er studies naar? Ik denk aan een PFA of ik denk aan een... Ik denk dat ik dat antwoord enigszins verschuldig moet blijven. Ik weet dat daar wel het een en ander mee gedaan is geworden. Niet per se bij ons, maar er zijn meerdere onderzoeksgroepen die hier het onderzoek naar hebben gedaan. Dus het zou me niet verbazen als dat daar meer van bekend is, maar ik durf ze gewoon even niet allemaal 1, 2, 3 op te noemen. Ik weet dat er wel een aantal in hoofdstuk 2 in de review genoemd staan, waar dat ze ook naar bijvoorbeeld de PFA 100 hebben gekeken. Oké, mag ik nog iets vragen? Want als we toch naar dit volbloedonderzoek zouden willen gaan, wat in de patiënt gebeurt, deze middelen hebben ze ook nog andere effecten die uiteindelijk die bloedingsneiging kunnen verklaren. Want ja, er zijn nog meer factoren die, die tot bloedingen kunnen leiden. Ja, tyrosinekinases zijn inderdaad niet beperkt tot tumorcellen en niet tot bloedplaatjes. Ook en bijvoorbeeld endoteelcellen kunnen ze voorkomen. Dit kan ervoor zorgen dat de endoteelcellen enigszins aangedaan worden, waardoor een soort van more leaky vessel in dat opzicht kan zijn, wat ook een verklaring zou kunnen zijn voor bloedingen. Maar daar zal ongetwijfeld nog wel meer aan de hand kunnen zijn. Ja, misschien als ik nog tijd heb, misschien wil een van u paranymfen, want ik denk toch dat ik nog over dezelfde stelling iets wil vragen als waar professor Bos ook iets over vroeg, stelling 7. Want die stelling die triggert mij natuurlijk ook. Want ik moet dan aan het werk. Stelling 7. Testen van de bloedplaatjesactiviteit is zowel volbloed als na isolatie is nodig voor het goed begrijpen van farmacologische effecten op de complexe functies van bloedplaatjes. Dus u zegt eigenlijk, we moeten iets gaan doen. En ik wil u ook een beetje prikkelen, want u gaat eigenlijk naar een meer bedrijfsmatige omgeving. En dan denk ik, deze stelling had iets smarter geformuleerd kunnen worden. Want wat wilt u dan van mij? Welke test moet ik gaan doen? En hoe vaak en wanneer? Stel nou dat we het echt moeten gaan doen. Welke test moet ik gaan doen? Want ziet u mij bloedplaatjes wassen? met 60 analisten die dat allemaal moeten kunnen. Dat is inderdaad qua praktisch oogpunt iets minder gewenst. Ik denk wat dat betreft dat de trombusformatie, dat we dus ook al enigszins richting de kliniek willen proberen te brengen, dat dat nog steeds een goede optie is voor het volbloed. Maar zoiets als de gouden standaard van de aggregatie laat ook meer zien wat de bloedplaatjes doen. En dit is vaak en plaatjes rijk plasma, dus dan heb je al iets meer dat je richting een bloedplaatje gaat kijken. En ik kan inderdaad heel politiek antwoorden met de ervaringen binnen het bedrijf, dat we toch richting de ATP-SC gaan kijken, omdat we daar specifiek de bloedplaatjes gaan triggeren, in plaats van puur het volbloed. Dankjewel. Nog genoeg te doen. Dankjewel, ik ben tevreden. Ik geef het woord terug. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Reutlingsperger. Hij is hoogleraar biochemie van apoptose aan deze universiteit. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, ook ik wil beginnen met het geven van complimenten voor dit werk. Zoals al eerder gezegd, ik vind het ook fraai vormgegeven. Het is ook een plezierig om te lezen. En ik denk de inhoud is ook heel belangrijk. Ik zie het ook als een verbinding tussen twee velden, de oncologie en de trombose en hemostase. Mijn complimenten gaan natuurlijk ook uit naar het promotieteam. Dit is alweer een mooie parel aan een inmiddels lange ketting die het promotieteam aan het breien is, aan het rijgen is. En het gaat nog verder, heb ik begrepen. Dus mijn complimenten hiervoor. Ik wil met u even een paar onderwerpjes bespreken. De beschikbaarheid van de kinaseremmers, dat is al even aan de orde geweest. En ik heb daar eigenlijk een specifieke vraag over. En dat gaat dan over hoofdstuk 3, waar u pasopaniep, het zijn trouwens exotische benamingen. Het is dat ik het nu kan lezen, maar dit onthouden is veel te lastig. Pasopaniep gebruikt en de beschikbaarheid, die gedachte heeft u ook gehad. En u heeft gezien dat deze stof bindt aan plasma-eiwitten zoals waarschijnlijk albumine. Als u het dan het heeft in een gewassen systeem een duidelijk effect op de plaatjesfunctie, voegt u het aan plasma toe, aan plaatjesrijk plasma, dan ziet u dat die functie verdwijnt. De uitleg is, het bindt aan plasma-eiwitten.
Als ik kijk naar collageen geïnduceerde aggregatie, dan is die tot 30 micromolair van het pazopaniep is dat nog nul. En de PS-expositie is geremd, maar er is wel nog PS-expositie te zien. Dat kan met affiniteiten te maken hebben, concentraties, beschikbaarheid, etc. Maar als we dan, dat is op pagina 53, maar als we dan naar pagina 50 gaan, dan voegt u het pazopaniep aan vol bloed toe. En dan ziet u wel een effect op de collageen geïnduceerde aggregatie. Ik snap het niet. Kunt u mij dat uitleggen? Hooggeleerd opponent, dank u voor uw complimenten en voor deze vraag. Inderdaad, we geven hier aan dat waarschijnlijk de verschillen tussen gewassen plaatjes en volbloed te wijten is aan de albumine. Maar inderdaad, we zien nog kleine veranderingen terug op de volbloedproeven, dus op de trombosformatie. Zoals dat u al aanhaalde, de PS-expositie is bij die plasma condities wel op pagina 53 wel nog steeds wat aangedaan. Dat laat eigenlijk een beetje een signaal voor mij zien dat de calciumsignalering niet compleet op orde is, waardoor er toch nog iets aan de hand is. En dat dit mogelijk niet doorschijnt in wat we uiteindelijk in de aggregatie zien, maar dat dit bijvoorbeeld dus wel nog enigszins kan meespelen op het aanhechten van bloedplaatjes. Dus dat het er toch nog wel een klein deel in de stappen is wat daar misschien nog in aangaat. Dus mag die twee testen niet met elkaar vergelijken, zegt hij? Het is niet met elkaar vergelijken, maar één op één is misschien nog steeds lastig. Ik heb altijd begrepen van uw promotor en uw co-promotor dat de reactie die u ziet in het flow-experiment, dat is inderdaad een reactie van adhesie, spreiding en aggregatievorming. Dat is afhankelijk van inderdaad meerdere soorten reacties van de bloedplaatjes. Ja. En kennelijk is er ook een, als ik het goed zie, multilayer. Mag ik dat vertalen als aggregatie? Het is parameter multilayer? Een soort van aggregatie inderdaad. Ja, dus je ziet wel een effect op de aggregatie in dit systeem. Ja, bij dit is het wel. Hier hebben we gekeken naar het percentage van multilayer op het complete oppervlak. Mm-hmm. Wat misschien een betere optie was geweest om dit ook te vergelijken met de oppervlaktebedekking. Want zodra dat je minder oppervlaktebedekking hebt, verwacht je ook dat je minder aan multilag gaat krijgen. Dus in dit geval zou het dus zo kunnen zijn dat omdat de oppervlakte al minder is, daardoor ook de multilayer minder wordt. Nou, ik ga u toch wat verder prikkelen. Want in het plaatjesrijk systeem, plasmasysteem, daar zie ik helemaal niks. Daar gebeurt helemaal niks. Betekent dat niet zo gevoelig is? Dat zou kunnen. Het kan zijn dat de concentratie van de collageen of de ADP wat wij gebruiken in dat opzicht, het wekt de volledige aggregatie normaal gesproken bijvoorbeeld op. Mm-hmm. En dat deze concentratie dus iets wat hoger is dan waar wij de verschillen kunnen oppikken. Dus dat dit een te massieve manier is om te activeren tegenover wat er bijvoorbeeld in het volbloedsysteem wordt gedaan. Ja. En nou, dat is dan een extrapolatie. Dus stel dat je deze assays in een klinisch laboratorium setting gaat gebruiken om doseringen te volgen, dan zegt u, dan zo interpreteer ik het dan, dan is de PRP-assay is minder geschikt dan de flow-assay. Ik zou dan inderdaad de voorkeur geven aan de flow-assay, gewoon omdat dit ook nog met volbloed is, wat eigenlijk direct uit de patiënt komt en daardoor daar wordt eigenlijk niks verder mee gedaan, want dat bij PRP toch nog een bepaalde stap plaatsvindt qua centrifugatie. Want ongeacht dat dit misschien niks met bloedplaatjes doet, zou je toch het liefst bij de volbloedsituatie blijven om het zo makkelijk mogelijk te maken, maar ook om zo representatief mogelijk te maken in vergelijking met de patiënt zelf. Ja, en nog een verdere stap, zou het realistisch zijn om zo'n flow test in een klinische laboratorium setting te zetten? Te krijgen? Daar zijn momenteel wat proeven voor. Daar is een kleine samenwerking wat dat betreft. Maar het blijkt momenteel nog moeilijker dan gedacht, omdat het best wel afhankelijk is van interpretatie. En dat is een factor die we er zoveel mogelijk uit zouden willen halen om te zorgen dat het gewoon gestandardiseerd zou kunnen worden. Ik denk dat het wassen van plaatjes veel eenvoudiger is. Hè? In verhouding misschien wel. Oké. Okay. Goed, even naar het volgende, want ik zie dat
de tijd die schrijft voort. Mijn volgende vraag gaat eigenlijk over een combinatie van, of ik ben getriggerd door uw algemene discussie en stelling, even kijken welke was het, dat is stelling 5. Misschien kunt u de andere paren vragen om deze stelling voor te lezen. Ja. Stelling 5. De waargenomen rol van bloedplaatjes bij kankerprogressie en metastase suggereert dat communicatie met aspirine ook een anticarcinogeen effect heeft. Ja, dank u wel. Ik interpreteer deze stelling weer op mijn eigen manier. En ik denk dat hierin verborgen zit dat het gebruik van TKI, dus van tyrosine kinase remmers, in de oncologie hun effect danken, deels, en hoe groot dat deel is weet ik niet, door het remmen van bloedplaatjesfunctie. Wat vindt u daarvan? Dat zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn. Er is bekend dat bloedplaatjes echt wel een grote rol spelen in de progressie en metastase van kanker. En ik denk ook inderdaad dat door het remmen van bloedplaatjesfunctie ook de aanlevering van bepaalde voedingsstoffen, om het zo te zeggen, die groeifactoren, dat dat toch ook wel een positieve zin heeft. Ja. Dus ik denk niet dat het altijd een niet gewild effect is, maar ook niet dat het doorslaat. Daar zou inderdaad de balans ertussen is een vrij dunne lijn, lijkt mij. Oké. Maar inderdaad, het is wel een goed iets dat mogelijk de bloedplaatjes ook minder functie uitoefenen. Okay, daardoor... dus dan wil je eigenlijk toch wel die bijwerking, dat zou bijdragen aan de therapeutische activiteit. En dan kom je dus op het gebied van, als je deze assays die u in dit proefschrift gebruikt, wilt inzetten om de dosering van de veilige dosering van TKI's bij patiënten te monitoren, dan heb je ook kans dat je met het badwater het kind weggooit. Mogelijk wel. Ja. Mogelijk wel. En dat is die balans die u ook beschrijft en het dilemma dat u ook schetst. Dan denk ik, dan moet die hele set aan het testen van bloedplaatjesfunctie uitgebreid worden. Dus niet alleen kijken naar de aggregatie en niet alleen kijken naar de PS-expositie en de stolling, maar ook de effecten op tumorcellen. Ja. Of angiogenese of whatever. Dat is inderdaad mogelijk wel een interessant gegeven om daar naartoe te gaan, om inderdaad te kijken wat daar nog aan invloed op te vinden is. Ja. Met al uw ervaring, denkt u dat dat mogelijk is in een laboratoriumsetting? Ik denk dat dat voor het moment misschien nog een hele moeilijke opdracht gaat zijn. Ja. Maar wel de moeite waard is om ooit in te gaan duiken. Lijkt me. Ja, misschien wordt dat een mooie nieuwe parel aan het snoer. Sorry. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Mevrouw Tullemans, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is nu voorbij. De promotiecommissie zal zich voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkeer en de uitkomst van ons beraad in deze zaal af te wachten.
Thank you.
Mevrouw Tullemans, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u het proefschrift vandaag heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die in het verleden door u zijn afgelegd, heeft de commissie besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Heemskerk, uw promotor, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Krijg je eerst de belofte. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Dan krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Beatrice Maria Emanuelle Tullemans, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik nu de bul door rector, secretaris en de overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Zeer geleerde dokter Tullemans, beste Bibion. Voor de goede orde, het kleinste deel van deze laudatio mag ik doen. En het meeste deel zal gedaan worden door je co-promotor van de Unie. Bibion, van harte gefeliciteerd met het behaalde doctoraat. Uiteraard wil ik er ook bij betrekken Jasper, de familie en de collegekant van de familie. Dat Wiels is werkelijk een chantal. Maar ik heb dat nog niet genoeg gerepeteerd. En daarom ga ik over op Dutch. Dit stond er bij de sollicitatie in 2016 in je cv. Een highly motivated and dedicated student who just completed the Master of Biomedical Sciences at the University of Maastricht. Honest, efficient, organized and with an eye for detail, I'm up for a challenge. I'm able to learn quickly and to work hard to reach my goals. In short, I'm reliable, trustworthy, hardworking, and eager to learn, and I have a genuine interest in hemostasis as well. Ja, dat was niet gelogen. Dat klopt nog steeds helemaal. Ik zou het zelf eigenlijk nu niet beter kunnen verwoorden. Anders gezegd, behalve zelfkennis, had je toen al een behoorlijk goed vooruitziende blik. Getuige daarvan is zeker je grote productiviteit. Ik tel 9 publicaties in PubMed, al een heel goede en gerenommeerde internationale tijdschrift. Er komen er nog zeker bij, en nog zeker 5 bij, en dan staan Cambridge en Greifswald nog steeds op stapel. En met je grote inzet, je uitstekende technische vaardigheden, je aandacht voor details bij data-analyse,
betrouwbaarheid en vele internationale samenwerkingen kun je met recht stellen dat je de afgelopen 5 jaar volwaardig hebt meegewerkt in de Europese top van het bloedplaatsonderzoek. Je streven naar perfectie gecombineerd met een sterke wil kan echter ook wel eens een keerzijde hebben. Of dat bij jou zo is, dat zullen we wellicht dadelijk horen in het tweede deel van deze laudatio. Daar blijf ik even buiten. Het resultaat van je doctoraal werk is een mooi proefschrift dat nu voor ons ligt en dat je dus even met succes hebt verdedigd met de voor jou kenmerkende flair en openheid. We hebben ook weer kunnen zien dat je graag vanuit de controlmode opereert, dat je graag ook zeg maar antwoorden zodanig formuleert dat ze overeenkomen met jouw eigen denken erover. En daarbij houd je ze alles even op een rij. En dat bleek vanmorgen alweer toen je binnen 5 minuten reageerde op de vraag van de prorector of de promotie in het Engels of het Nederlands zou plaatsvinden. En dan voor de familie natuurlijk heb je gereageerd dat dat in het Nederlands zou zijn. Het promotiewerk en het proefschrift schrijven heb je natuurlijk niet alleen gedaan. Ik telde in het dankwoord zeker 75 mensen die daar op een of andere manier aan mee hebben meegeholpen. Bijzondere vermelding dienen uiteraard zeker je co-promotoren, Dr. Marijke Kuipers, de instigator, drijvende kracht en leidende auteur van de hoofdstukken en de meeste publicaties. Bij de start van het tyrosinekinase project in 2016 met de steun van de firma Pfizer beloofde zij 4 onderzoeksartikelen en ze heeft meer dan woord gehouden, denk ik. Een gamechanger in het veld was zeker jouw overzichtsartikel in hoofdstuk 2. In de jaren daarna is het internationale tyrosinekinase onderzoek aan bloedplaatjes sterk in het voetlicht gekomen. En parafraserend op 10 van de 11 van jouw stellingen, durf ik wel de stelling aan dat het inmiddels gepubliceerde en bijna gepubliceerde onderzoek van Bibian Tummelmans aan tyrosinekinase remmers de inzichten en het klinisch gebruik van deze antikanker- en antitrombose medicatie heeft veranderd. Co-promotor Maureen Aerts vanuit de medische oncologie van het ziekenhuis was al gelijk in het begin en zelfs nog eerder gecharmeerd van jouw project met de klinisch belangrijke vraag om meer inzicht te krijgen in het optreden en de mechanismes van bloedingen bij de behandeling van kankerpatiënten. En zij was ook uitermate belangrijk voor de contacten met Pfizer en voor het includeren van de benodigde aantallen patiënten. Tot slot zie ik wel 1 gemis in het proefschrift. En dat is, je houdt hier je openbare leven volledig afgeschermd. Zelfs in de stellingen, daar mocht niets over in. En voor het publiek raad ik dan aan, kijk eens in de sociale media en Google Bibian Tullemans zwartboek Weert en die ogen zullen opengaan en wat dan nog meer achter deze jonge dokter Schilgaarden. Dan before handling over the mic to supervisor number 1, I thank the members of this corona for their presence in person or online, professor Tekate, professor Bos in Maastricht, dokter Severin in Toulouse, dokter van het Veld, Rasmus Rotterdam, professor Henskes en professor Reutersberg in Maastricht. Thank you for your presence today. Zeer geleerde dokter Tullemans, beste Bibian. Ik ben heel blij en ook heel trots dat ik jou als een van de eerste mag feliciteren met het behalen van je dokterstitel. Ik wil hierbij natuurlijk ook je man Jasper, je ouders, je zus en je overige familieleden betrekken en je vrienden. En hartelijk gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat je bij mij aanklopte voor een stageplek voor het laatste jaar van je masterstudie. Dat was rond de zomer van 2015. En je oorspronkelijke stageplek ging niet door en toen was je met spoed op zoek naar een nieuwe plek. En ik was heel blij dat er nog iemand voor het project was gekomen nadat een eerdere kandidaat had afgezegd. Je bent toen in december van 2015 begonnen aan de stage die tot aan de zomer van 2016 duurde. Je was direct heel vaardig in het lab doordat je al een laboratorium HBO opleiding had. En ik hoefde de proeven maar 1 keer voor te doen en al gauw kon je meerdere verschillende proeven op 1 dag doen. Dit stageproject over de TKI pasopanib heeft mooie resultaten opgeleverd en is nu opgenomen als hoofdstuk 3 in je proefschrift. Intussen had ik samen met de andere co-promotor, Dr. Aerts, een subsidie aangevraagd bij Pfizer om de effecten van sunitinib op bloedplaatjes zowel in vitro als in patiënten met niercelkanker verder te onderzoeken.
Dit project ging verder op de mooie resultaten die jouw voorganger Siamek Sabarkani al met deze TKI had laten zien. En het duurde wel even voordat die subsidie was goedgekeurd. Dus het was wel even spannend of je dat je na je stage nog zou kunnen blijven. En ik was dan ook heel blij dat je nog geen andere baan had gevonden toen ik hoorde dat we het geld kregen. Intussen had professor Heemskerk ook een Europese subsidie binnengehaald, het zogenaamde Polyvalve-project. En deze beide subsidies waren voor 3 jaar, terwijl eigenlijk in Nederland een AIO-traject 4 jaar is. Daarom sloegen wij de handen ineen en met beide projecten om de 4 jaar te financieren. En dan begon je in november van 2016 aan het onderzoek beschreven in het proefschrift. Tegelijkertijd begon je collega Sanne Broens met haar onderzoek en hebben jullie de proeven voor de Polyvalve samen kunnen uitvoeren. En het Pfizer-project met sunitinib heeft je 2 mooie hoofdstukken in je proefschrift opgeleverd. Maar in de afgelopen 5 jaar heb je heel hard gewerkt in het lab. Bijna alle proeven beschreven in het proefschrift heb je zelf uitgevoerd. Wat je dan ook 5 experimentele hoofdstukken heeft opgeleverd die gepubliceerd zijn of worden met jou als eerste auteur. Naast deze geweldige prestatie heb je ook vele anderen geholpen met hun projecten, wat nog een aantal andere publicaties als co-auteur met zich heeft meegebracht. Voor een aantal projecten moesten er ook proeven worden uitgevoerd in andere labs, waarvoor je een aantal leuke reisjes hebt kunnen maken. Zo ben je onder andere geweest in Amsterdam, Luik, Padua, Cambridge en Greifswald. En ook heb je je werk kunnen presenteren op een aantal internationale congressen, zoals de UK Platelet Meeting in Cambridge, de EUPLAN in Brugge en het ISDH-congres in Berlijn. Zoals gezegd ontwikkelde je al snel tot een ware duizendpoot in het lab en bleek je ook nog eens goed met computers, datamanagement en het maken van heatmaps en statistiek. Althans, beter dan de meeste van onze onderzoeksgroep, waardoor we, lees ik, regelmatig bij jou aanklopten voor hulp als mijn computer weer eens niet deed wat ik wilde. Je bent ook zeer zorgvuldig in het plannen en organiseren van je werk. De proeven werden eerst helemaal uitgeschreven en uitgerekend voordat je met het labwerk begon. En hierin ben je heel gestructureerd. Bijna op het OCD af, zou ik zeggen. Zo zet je in je grafieken altijd alle experimentele condities in alfabetische volgorde en liggen je markerpennen altijd op kleur gesorteerd. Ik heb me laten vertellen dat je thuis ook zeer georganiseerd bent en dat bijvoorbeeld je Lego helemaal op kleur gesorteerd hebt staan. En deze hoge mate van organisatie bracht echter soms ook wel eens wat stress met zich mee, als de dingen dan niet helemaal gingen zoals gepland, wat in onderzoek nogal eens voor kan komen. Zo wisten we bijvoorbeeld niet wanneer een nieuwe patiënt voor het onderzoek met sunitinib op bezopenib geïncludeerd ging worden. En daardoor ging dan je hele planning voor die dag, die moest je dan omgooien als dokter Aarts dan belde, dat er een patiënt was en dat je je bloed moest komen halen. Je bent een vrolijk en open persoon. What you see is what you get. Ik heb de afgelopen 5 jaar met veel plezier met jou samengewerkt. Je bent iemand die de afspraken nakomt en altijd bereid is om iemand te helpen. Je bent wel klein van stuk, maar je kan soms ook behoorlijk eigenwijs zijn. Je hebt het hart op de tong en laat het soms ook wel horen als je het ergens niet mee eens bent. En dat heeft ook wel eens wat discussie opgeleverd met sommige collega's. Maar gelukkig was het wel weer snel uitgesproken. Helaas werden we 1,5 jaar geleden geconfronteerd met het coronavirus, waardoor ons lab gedurende een aantal maanden beperkt toegankelijk was. We hebben toen veel thuis gewerkt en heel wat vergaderd via Teams en Zoom in deze periode. Gelukkig kon je je veel richten op data-analyses en schrijfwerk, waardoor je proefschrift meer en meer vorm kreeg. Schrijven gaat je wel wat minder goed af en vind je volgens mij ook minder leuk dan praktisch werk, maar samen hebben we ons er toch wel goed doorheen geslagen. We waren erg blij dat je bereid was om na je promotieperiode nog een aantal maanden bij ons te blijven, ter vervanging van onze analist Simone Wilders, die door een gebroken enkel een aantal maanden uit de running was. Hiermee heb je ons heel erg uit de brand geholpen door het lab mededraaiende te houden. En daarnaast heb je in deze maanden nog een aantal projecten verder tot de publicatie kunnen afronden, zodat je nu bijna je hele proefschrift geaccepteerd ofwel gesubmit is voor publicatie. Je verdediging heb je nu ook volbracht met een prachtige doktersbul als resultaat. Ik wil hierbij ook van de gelegenheid gebruik maken om de leden van de beoordelingscommissie, professor Ter Kate, professor Bos, professor Sluimer, die helaas niet aanwezig kon zijn, dokter Severin en dokter Van der Veld te bedanken voor hun tijd om het proefschrift door te nemen en vervolgens goed te keuren. Ik dank jullie ook voor jullie aanwezigheid hier in de aula
en jullie deelname aan de corona. A special word of thanks to Dr. Severin from the University of Toulouse for taking part in the assessment committee and also for taking part in the corona. Thank you for being with us today, also on behalf of the supervisory team. En hetzelfde geldt voor Dr. van der Veld van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Helaas was het niet mogelijk om in Maastricht aanwezig te zijn, maar voor uw bijdrage aan de verdediging wil ik u namens het hele promotieteam heel hartelijk bedanken. En ook professor Reutelingsberger en professor Henskes wil ik heel hartelijk danken voor hun deelname aan de corona van vandaag. Beste Bibian, inmiddels heb je een mooie nieuwe baan gevonden als R&D Scientist bij Promicol. Ik wens je veel plezier toe in deze functie en hopelijk komen we elkaar nog vaak tegen. Verder wens ik je veel succes met je verdere carrière. Het allerbeste voor de toekomst. Geniet van alle mooie momenten die nog gaan komen. En te beginnen bij vandaag, want vanaf nu is het voor jou feest. Dr. Tullemans, ik sluit me graag aan, mede namens de gehele universitaire gemeenschap, bij de felicitaties die al over u uitgesproken zijn. Ik dank iedereen voor de aanwezigheid en hiermee eindig ik deze academische zitting. Ik wens u nog een fijne feestelijke dag.